Rotterdam. Bekend van de havens en natuurlijk de 185 meter hoge Euromast. Verder de Erasmusbrug die als een zwaan boven het water drijft en natuurlijk Hotel New York. Maar ook bekend is Provimi, een van de oudste bedrijven die nog actief zijn in het oude havengebied bij Katendrecht. Provimi is een van de leiders in de internationale diervoederindustrie. Het bedrijf is in 1927 opgericht als handelsmaatschappij voor Nederlandse boeren, maar pas in de jaren 30 ging het bedrijf producten verkopen onder de naam Provimi. Het is woensdagmorgen vroeg in de nog ontwakende wijk Katendrecht. Herinrichting en renovatie zorgen voor een verbeterde uitstraling van deze bekende wijk, die ligt op een schiereiland. De wijk ligt tussen de Rijnhaven en de Maashaven en staat beter bekend als de Kaap. Boven op de toren van Provimi hebben we een prachtig uitzicht over Rotterdam. Hier op 40 meter hoogte zien we de eerste voorbereidingen van de installatie die ervoor zorgt dat de leefbaarheid en de frisse lucht verbetert hier op Katendrecht. Geschiedenis en innovatie gaan samen in dit gebied wat volop in ontwikkeling is. We staan aan een hele mooie plek in Rotterdam. Hier staan we al sinds de jaren 50. En op deze plek, eigenlijk midden in Katendrecht, produceren we onze diervoeding. Provimi richt zich op het maken en verkopen van diervoer. Met name voor varkens, kippen en koeien. En levert omstreeks 800 eindproducten op basis van zo'n 350 verschillende grondstoffen. Provimi is sterk op het milieu gericht. Niet alleen bij het ontwikkelen van diervoeding, maar is zich ook bewust van de omgeving waar de hoofdvestiging 80 jaar geleden is ontstaan. En met succes, zo vertelt Rafael Piontek van Provimi. We zijn nu al ruim 2 jaar bezig met een project om te zorgen dat we minder geuroverlast voor de omgeving veroorzaken. En wat we vandaag aan het doen zijn, is het hijsen van een plasmareactor bovenop onze dak. En zijn we ervan overtuigd dat wanneer deze plasmareactor operationeel is, dat de geuroverlast voor de omgeving tot een minimum, zeg maar, tot bijna nul beperkt zal zijn. Een belangrijk moment in de wijk Katendrecht. Geen wind of storm, dat zijn de voorwaarden voor een geslaagde hijs- en montageactie. Ja, pak hem zo maar eens op. Er komt heel wat kijken voordat de complete installatie op het dak van Provimi staat. Een uiterst zorgvuldige en goed voorbereide gebeurtenis. Maar hoe weet je nu zeker of zo'n installatie ook daadwerkelijk gaat werken? We hebben het apparaat getest toen het nog niet op de toren stond. Wat we hebben gedaan is, we hebben al onze producten die veel geuroverlast veroorzaken, hebben we vorig jaar een aantal keren getest met een testopstelling. En die testen zijn allemaal zeer positief verlopen. En dat is de reden dat we overgaan tot het investeren in een apparaat wat meer dan 500.000 euro kost. En zeker de hele buurt is zeer enthousiast dat wij deze problemen zo serieus oppakken. Dat we deze stap hebben genomen. Een van de grotere kranen van Boekenstein uit Maasland moest eraan te pas komen om alle elementen naar de Provimi-toren te hijsen. De zorgvuldige voorbereidingen werden verricht door ingenieursbureau Touw. Maar dat weerhield de directie van het kraanbedrijf er niet van om zelf te komen kijken bij deze spectaculaire klus op grote hoogte. Maar hoe werkt deze installatie nu eigenlijk? Vragen we projectleider André van Esburg. Wat er gebeurt is, de lucht afkomstig van Provimi gaat door die kanaal heen en de geurmoleculen worden dan afgebroken zodat er schone, geurvrije lucht uit de kanaal komt. Vanuit de fabriek gaat het in een luchtverzamelkanaal en van daaruit vindt het dus zijn weg in die 4 kanalen. Daar wordt het eerst een beetje verwarmd, er wordt van stof ontdaan en dan gaat het door een hoogspanningsveld, dus door middel van stroom, worden de geurmoleculen verwijderd en krijgen de schone lucht aan de buitenkant.
Een van de laatste grote elementen hangt in de takels en de hijsklus is bijna klaar. Gelukkig geen wind, dus het werk is bijna geklaard. Nu goed alle bouten en moeren vastzetten en geen tijd nemen om te genieten van het spectaculaire uitzicht vanaf de Profimitoren.